Mijn naam is Evert ten Apel en ik ga deze wedstrijd voor u verslaan. Ik doe het niet alleen, kan het ook niet alleen, want naast mij zit Jurie Mulder. Altijd een genoegen, Evert. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en AZ. De thuisploeg verschijnt vandaag aan de middenstip met de beste verdediging van de competitie. Ja, ik denk dat de trainer weet dat een betrouwbare defensie aan de basis staat van succes. Kijk, als het achterin goed staat, wordt het veel makkelijker om wedstrijden te winnen. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. AZ gaat in deze opstelling van start. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Ajax staat bekend als een van de beste voetbalscholen ter wereld. Er zijn zoveel sterren die bij Ajax naam maakten. Ook Ibrahimovic heeft vroeger een stel prachtige goals gemaakt voor de Amsterdammers. Hoe denk je dat de thuisploeg vandaag gaat spelen, Jury? Deze ploeg doet het slechter dan verwacht. Het wordt krap als ze nog Europees voetbal willen halen. Dan moeten ze nu echt gaan winnen. Wat kan Ajax hier vandaag laten zien? Ze nemen in elk geval de aftrap voor de eerste helft. Nu komt het. El Ghazi. Dat was bijna een doelpunt uit die kopbal, maar de keeper zit er goed bij. Die bal gaat over de achterlijn corner. Sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Wat een actie! We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Hij mag vertrekken. Een vrije trap tegen op een levensgevaarlijke plek. Ja, stom natuurlijk om daar een overtreding te maken. Maar het was wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Een beetje duwen en trekken mag wel, maar dit was wat overdreven. De scheids fluit voor een overtreding. Hij was meer met zijn man bezig dan met de bal. En de muur moet de lucht in om die bal te blokken. Geen probleem voor de keeper, bal staat op de muur. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van... Ja, en nu? Dat scheelde niet veel, zeg. Om de bal.
Ajax. El Ghazi. Los Santos. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Sergio Roget. Van Overeem. Haps. Hij erovert de bal met zijn tackle. El Ghazi. Dat ziet er goed uit. De keeper zit er nog wel aan, maar hij zit. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Los Santos. Lienstra. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Jansen. Goedelli. Klaassen. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Die paas zorgt voor gevaar. Schiet! Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Klaassen. De bal draait mooi naar binnen. Henriksen. Er komt een inworp aan van Ajax. Dijks. Goedelli. Blijven de kaarten op zak. We krijgen de ene paas na de andere te zien. Met deze goal kwamen ze aan de leiding. Hij raakte hem in één keer vanuit de 16 zo op de vreef door het midden van de goal. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. El Ghazi. De paas lijkt goed te zijn. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Goedelli. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0.
De bal rolt alweer, terwijl sommige fans nog een plaatsje zoeken in de Amsterdam Arena. Hans. Johansson. Goedelje. Veldman. Schöne. Hij heeft een sterk schot in de benen. Het doel staat te trillen. Johansson. Wienstra. Johansson. Deze spelers lijken elkaar vandaag blindelings te vinden. Complimenten ook aan de trainer hoor. El Ghazi. Kwasen. Dit is het. Over de achterlijn, geen corner, maar wel een doeltrap. De trainer heeft er genoeg van en haalt hem eruit. Was hij dan zo slecht? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar hij haalde het niveau van zijn team wel omlaag. Snel vergeten deze wedstrijd. Henriksen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ortiz. Blaar. Wie komt er met de bal uit? Gaat lekker. Wil het te mooi doen en verspeelt het balbezit. Mooie bal, zo de 16 in. Mooie voorzet. De scheidsrechter constateert buitenspel. Hier kon je op wachten hoor. De trainer straft zijn beroerde spel af door hem naar de kant te halen. En waarschijnlijk is dat maar beter ook. Hij moet deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. Ortiz. Ik kan mezelf amper horen praten, Jury. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai, hè? Ja, ze weten dat het elftal moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. Schöne. Kwasen. Ingooi. Los Santos. En opnieuw gaat die bal over de zijlijn. En we krijgen een ingooi.
Opnieuw een ingooi. Veldman. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Dat ziet er... Ja, en nu? Nee, dat lijkt nergens op. Wordt dit een doelpunt? Hij kreeg die bal niet onder controle. Einde wedstrijd, stand 1-0. Het is al eerder vertoond dat de ploeg die met minder spelers moet spelen, de wedstrijd uiteindelijk toch weet te winnen. Hoe kan dat nou toch eigenlijk, Jury? Ja, eigenlijk moet het niet mogelijk zijn, Evert. Maar ja, je denkt, ach, we hebben een mannetje meer. En dan gaat het wel wat makkelijker. Iedereen gaat een beetje de boel onderschatten. Sterk schot in de benen. Het doel staat te trillen.